Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Testaankoop. De organisatie die u wil informeren, adviseren en natuurlijk ook beschermen indien nodig. Maar dat is vandaag niet nodig, want we gaan het gewoon hebben over een nieuw leuk product, de iPhone 16. En dat doe ik met expert Thomas. Goedemorgen. Dag Thomas. Je hebt een leuke job, hè? Je mag zo de nieuwe iPhone 16 uitproberen. Enfin, uitproberen. Ik denk dat hem nog niet beschikbaar is in de winkels. Ik weet niet of jij hem al in je handen hebt gehad. We hebben hem al aangekocht en hij is al in het labo geweest. Dus, voilà, jullie hebben er al van alles mee gedaan. Hè? Ja. Testen en zo op uitgevoerd. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Misschien moeten we eens beginnen bij het begin. Wat zijn dan de nieuwigheden van die iPhone 16? Het zijn eigenlijk drie nieuwigheden. Ja? Eerst is een nieuwe knop, dus waar je foto's mee kan nemen en belangrijkste instellingen van die foto's kunt regelen. Mm-hmm. Tweede is Apple Intelligence. Daar hebben ze zelf heel veel reclame rondgemaakt. Gans een keynote ging eigenlijk bijna daarover. Dat is AI in de iPhone. Maar die is nog niet beschikbaar in de EU. Dus als je die nieuwe iPhones koopt met de weet de dat belofte, je dat niet kan nee, doen. Ah, nee, oké. Okay. Helemaal niet. Dus we moeten nog wachten dat Apple dat uitbrengt in de EU. En heeft mee ja, vooral privacy en deze maat te maken. Maar zij hebben van AI, Artificial Intelligence, hebben zij gewoon Apple Intelligence ja, gemaakt. Ja, ze hebben dat een beetje schapeloos. Ja, dat is ja. Echt wel inderdaad. Ja. Oké, okay, dat zijn er al twee. Ja, en dan over drie. Derde is een beetje de afmetingen. Dus waar dat bij de 15 dat je twee maten had. Mm-hmm. Dus de iPhone 15 en de Pro. En dan daarnaast de Plus en de Pro Max. Je had twee maten, 6,1 inch en 6,7. Nu hebben we alle vier een verschillende maat, gaande van 6,1 tot 6,9 inch. Wow, ja, ik heb nog een iPhone 12 mini. Ja. Vergelijk het dus daar eens mee. Het is groter dan dat. Ja, het is veel groter. Het is, dat vind ik zo superhandig eigenlijk. Nee, dat is echt wel een persoonlijke voorkeur. En dat is misschien wel zelfs de belangrijkste keuze dat je in het begin moet maken. Okay. Grote. Ja. Dus zeker zorgen dat je niet online bestelt zonder goed te weten hoe groot toestel wel zal zijn. Hè? Daar denk ik dan aan. De prestaties, die hebben jullie ook getest. Ja, uiteraard. De 16 doen het heel lichtjes beter dan de 15. Ja? Maar de capaciteit is ook groter, maar de batterij gaat iets minder lang mee. Dus het besturingssysteem zit er ook wel iets voor tussen. iOS 18 is iets minder zuinig. Mm-hmm. We hebben ook getest op de 15 en gezien dat daar ook wel batterij iets achteruit gaat. Maar moet gezegd worden, de 15 is ook een uitstekend toestel, net zoals de 14 eigenlijk. Ja, en hoe testen jullie dat? Als het goed is, krijgen mensen dat ook in beeld van ons. Hoe testen jullie dat juist? Want dat vond ik wel een grappig filmpje. Ik weet niet of dat in beeld komt, maar we gebruiken robotarm. En het is een voorgezet programma van verschillende activiteiten dat je doet, zodat elke gsm op dezelfde manier getest wordt. Dus en, die robot die is eigenlijk heel de tijd gewoon aan het WhatsApp openen en WhatsApp foto's openen, maken. WhatsApp openen, YouTube... checken, foto's zo testen maken. Jullie de batterij bijvoorbeeld. Ja. En elke smartphone wordt op dezelfde manier getest. Alright. Okay. En die robot doet dat totdat die smartphone uitvalt. Dat wist ik niet. Voilà. Ik doe me denken aan die IKEA-test, waar zo dat stoeltje 800.000 keer wordt getest op. Ja. Laat het dan mee. Oké, dan denk ik aan de prijs. Ja. iPhone is nooit echt heel goedkoop. Dus ik verwacht mij. Nee, de 16 start dan €969. En betaalt vrij veel extra voor meer opslag, bijvoorbeeld. En Apple speelt dat weer heel slim. Dus bij elke extraatje dat je neemt, kom je dicht in de buurt bij het duurder model. Dus daar moet je zelf altijd wel een beetje mee opletten, dat je niet laat vangen van voor dat klein beetje extra kan ik nog een duurder model kopen en dan zit het terug in hetzelfde spel. Ze hebben toch niks veranderd aan de aansluiting om je batterij op te laden en zo? Dat is nog altijd dezelfde oplader. Dat durven het is USB-C. Dus, nu is het alleen USB-C. Ja. Maar dat is al eventjes, hè? Ja. Welk model moeten we dan kiezen? Stel dat je toch vastberaden bent om dat nieuwste model te kopen. Ja. Het belangrijkste dat je moet weten is dat de grotere modellen langer meegaan. Zo'n 10 uur. Dat is veel. Dat is veel. Dat is meer batterij ook. Die van mij gaat maar 2 uur mee in totaal. Ja. iPhone 12 mini. Even ter herhaling. Ja, oké. Maar je moet ook weten dat de vorige edities waarschijnlijk iets goedkoper zullen zijn. Er zijn ook nog altijd uitstekende smartphones. En misschien ook wel, zoals we in het begin hebben gezegd, dat de belangrijkste keuze is natuurlijk grootte. Ja. En die 16 Pro Max is echt wel heel groot. Je moet echt wel twee keer over nadenken. Ja,
Ja, ze komen natuurlijk altijd met een nieuw model. Maar ja. Jij persoonlijk vindt ook dat die vorige nog steeds wel echt prima zijn. Want je zegt het is beter dan de 15. Is er dan een opmerkelijk verschil buiten die foto's waar je het over had? Die fotokwaliteit is lichtjes beter. Mm-hmm. Het is altijd een marginale verbetering de laatste tijd. Ja, ja. Het zijn natuurlijk wel uitstekende toestellen. En de ondersteuning gaat ook wel langer mee. Dus het vernieuwendste is die AI, maar dat zeg je van let op, want dat kunnen wij nog niet doen. Ja, belangrijk om bij te zeggen is, die AI gaat ook in de pro-modellen van de 15 komen. Dus, tip van de week. Ja. Okay. Dat zeggen ze zelf niet. Ah, nee, natuurlijk niet. Nee. Maar wanneer komt die dan wel? Wanneer is die dan wel beschikbaar? Dat hangt af van wat Apple gaat doen binnen de EU. Er wordt gedacht begin volgend jaar, maar dat staat nog niet vast. Ja, oké. Okay. En de iPhone 16 is te koop vanaf nu? Ik denk het wel, ja. Normaal gezien, zoiets, ongeveer. Hè? Ja, jullie hebben hem in elk geval al kunnen testen voor ons. Dus dat is allemaal terug te vinden ook op de website. Ja. Oké, okay, fantastisch. Dank je wel, Thomas. Ja. En tot de volgende keer. Als u dit leuk vond, geef ons een like, geef ons een comment. Ben je van plan om die iPhone 16 te kopen? Heb je er nog vragen bij? Wie weet kunnen we je wel verder helpen. En voor nu zeg ik nog een heel fijne dag en tot de volgende keer.